Tussen Rijn en Wierike. Een talkshow over lokale onderwerpen die ook u raken. Uw gastheer Henry Stolwijk. Welkom weer bij deze nieuwe aflevering van Tussen Rijn en Wierike. Vandaag belichten we een heel bijzonder initiatief. Op Weideveld, een uitbreidingswijk in Bodegraven, ontwerpen en bouwen mensen hun eigen woning. Annelies Minnaert is een van die mensen. En jij zit hier aan tafel. Ja. Wat is jouw rol in dit project? Ik ben benoemd tot voorzitter van het hele project. Ja? Dus, ja. Je bent een van de deelnemers? Ik ben een van de deelnemers, ja, die graag een woning daar wil realiseren. En vanuit de groep met deelnemers hebben we bepaalde taken verdeeld. En ik heb de voorzittersrol op me genomen. Voorzitter, ik ben een beetje de baas. Maar wat moet je precies doen? Nou ja, van alles en nog wat eigenlijk. Maar ja, voorzitter moet ook het meeste doen, geloof ik. Nou, ik weet niet. Nee? We doen het wel met elkaar. Ja. Dus dat zeker. Maar we hebben een architect die ons helpt. En daarnaast de Stichting Seer 55 die ons helpt. Daarmee heb ik veel contacten. En daarnaast met de groep mensen waarmee we dit willen realiseren heb ik veel contacten. En, je houdt het een beetje bij elkaar allemaal, moet je dat zo zien als voorzitter? Ja, misschien wel. Ja? Daarnaast hebben we contacten natuurlijk met de gemeente Bodegraven-Reewijk over het project. Over het project. Wat is het project precies? Wat houdt het in? Eigenlijk is het zo dat wij een rij van 17 starterswoningen gaan realiseren. Het zijn 17 huizen op Weideveld. Ja, op Weideveld. En middels het principe van CPO. En dat is een moeilijke term. Leg hem eens uit, één keer. Collectief partner opdrachtgeverschap. Oh, ja. Je doet het samen, dat is vertaald toch een beetje. Ja, inderdaad, klopt. Samen bouwen. Ja. En wij hebben een groep gevormd van nu 10 mensen die heel graag een woning willen realiseren. Okay, de eerste 10 hebben zich aangemeld. Ja. Ja. En we zijn dus ook nog steeds op zoek naar nieuwe buren. Ja. En met die 10 mensen proberen wij die rij woningen vorm te geven. We mochten meedenken over de architectuurstijl van deze woningen. Want je zei al, er is een architect bij betrokken. Ja. Dat is ook een lokale architect, meen ik. Ja, klopt. Martijn Tromp van Toba. Ja. Ja. En die doet dan, die vertaalt dan wat jullie met elkaar willen. Ja, dat en die begeleidt ons in dat hele proces eigenlijk ook. Ja. En gebeurt het op die manier omdat het goedkoper is? Besparen jullie geld? Waarom gaat het op deze manier? Als je natuurlijk als collectief een opdracht geeft, dan is er geen projectontwikkelaar in het spel, zeg maar. Dat scheelt een hoop geld. En dat scheelt een hoop geld. Die mensen verdienen veel te veel geld. Ja, toch? Ja, dat denk ik wel. Maar en daarnaast is het zo dat wij natuurlijk een deel van dat werk ook zelf nu oppakken. En dat heeft een aantal grote voordelen. Ja. Ik bedoel, ik ken mijn buren inmiddels redelijk goed. Ja. En, het bevalt nog steeds. Ja, het bevalt nog steeds. Ja. En daarnaast doe je zelf ook wel kennis op die je dus weer gebruikt. Want het is niet jullie vak huizen ontwikkelen. Nee. Die mensen zijn het allemaal jongeren. Je had het over starterswoningen. Ja. Het zijn 17 woningen die gerealiseerd kunnen worden. En waarom 17? Dat heeft te maken met de kavel die door de gemeente beschikbaar is gesteld. Dat is gewoon de verdeling, daar kunnen 17 huizen op. Ja. Okay. Maar in die huizen heb je nog wel heel veel eigen keus. Want je kunt zelf kiezen hoe groot je dat huis wil maken, hoe breed het wordt. Je kunt ook je eigen indeling bepalen in dat huis. Oh, dat is wel leuk, dus eigenlijk. Ja, dat heeft natuurlijk ook... Dat, zijn dat heeft financiële consequenties natuurlijk wel. Hoe groter, hoe duurder. Ja, daarom. Ja, zeker. Maar... het is ook wel het leuke van het hele project, dat je daar zelf over na kunt denken. Ja, hoe lang loopt het al? We zijn eigenlijk, ik denk in maart 2012 met elkaar echt gestart. Ja. We hebben een vergadercyclus opgezet. En, er moet veel vergaderd worden natuurlijk. Regelmatig, klopt. Maar dan denk je, als er 17 huizen staan, er is een grote behoefte aan woningbouw. Hoor je links en rechts om je heen in dit dorp. Ja. Er zijn er nog maar 10 die zich aangemeld hebben. Hoe komt dat dan? Dat er nog steeds 7 huizen te koop zijn, mag ik dat zo zeggen? Ik denk dat als je natuurlijk nu kijkt naar de huidige huizenmarkt, in heel Nederland, dan is 10 al best wel heel veel. Ja? En dan gaan we natuurlijk ons best doen om die 17 voor elkaar te krijgen. Want is dat wel een vereiste?
dat je 17 vol krijgt voordat er gebouwd gaat worden? Dat is in overleg met de gemeente Reewijk Bodegraven zijn we daar nog over aan het overleggen. Ja, want uiteindelijk moeten de financieringen afgesloten worden. Ja. Waarschijnlijk. Jij bent misschien heel rijk, maar anderen niet. Nee, bij startbouw kun je gewoon je hypotheek natuurlijk. En iedereen weet dat dat steeds lastiger wordt bij banken. Hebben jullie daar al stappen in gezet? We zijn in overleg met de Rabobank hier ook als lokale bank die meedenkt in ons project. Ja. Dus dat is meedenken ook... betekent dat dan dat ze ook financiering beschikbaar stellen? Dat meedenken, dat geloof ik graag. Ja, we zijn er nog over in gesprek met de Rabobank. En hoe ziet dat eruit? Als heel open overleg, zeg maar. Dus dat is wel heel prettig. Ze hebben nog geen toezeggingen gedaan van voor zoveel rente kun je een hypotheek bij ons krijgen? Iedereen die nu lid is van de vereniging, die heeft al wel een soort van toets gedaan bij een financier, iemand die hypotheek verstrekt. Of het mogelijk is. Ja, want we moeten natuurlijk wel weten dat je serieus in dit verhaal staat, zeg maar. Ja. En dat ziet er allemaal voor jullie goed uit op dit moment. Want over wat voor investeringen praat je? Wat is de uiteindelijk... willen we ongeveer weten wat de besparing is die op deze manier realiseert. Kun je dat uitdrukken in geld? Er zijn huizen beschikbaar vanaf 160.000 euro vrij op naam. Ja, als je kijkt in Bodegraven wat is daar daarnaast voor beschikbaar, dan kun je denk ik wel vergelijken. Ja, je hebt voor dat bedrag in ons rijtje een huis met een tuin. Van twee verdiepingen, zeg maar. Dus, maar 160.000 euro is nog steeds een heleboel geld. Is voor nog steeds veel geld, ja. 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 Dus is de... stel nu dat die 10 mensen dat er geen 7 bij komen. Wat gaat er dan gebeuren, denk jij? Dan zal er misschien in fases gebouwd gaan worden. Ook dat kan. Ook dat is een mogelijkheid. Allemaal. Nu ben je in 2012 begonnen. We leven inmiddels in 2013. Ja. Wanneer denk jij dat de eerste paal de grond in gaat? Wanneer woon jij daar? Ik hoop dat ik volgend jaar met kerst de sleutel heb. Maar dat is een hoop. Dat weet je natuurlijk nooit zeker. Nee. Maar, maar waar is dat op gebaseerd? Op bepaalde planningen. We hebben een adviesbureau die ons helpt. Ja. Seer 55. Dat is ook een Bodegraafsbureau? Zij doen heel veel in Brabant. Omdat CPO-projecten zijn in Brabant eigenlijk hebben die hun oorsprong gevonden. Ja. Zij begeleiden eigenlijk 55 plus mensen die dit soort projecten willen gaan doen. Maar zij hebben hun kennis eigenlijk ter beschikking gesteld van... Voor dit project? Voor dit project ook. Dus zij begeleiden ons hier ook in. Ja. En zij helpen dus ook met planningen maken en met dat soort inhoudelijke kanten. Ja. Maar als jij kerstmis 2014 onder je eigen kerstboom wil zitten, dat begrijp ik. 2013. Dit jaar nog? Ja. Dat betekent dat er binnenkort gebouwd moet gaan worden. Ja. Want hoe lang is de bouwtijd? Dat verschilt per aannemer. We zijn nu bezig in het selectieproces van de aannemer. Ja. En dan hopen we... Ben je er helemaal vrij in het kiezen van welke aannemers jullie zeggen? Want er hangen daar toch wat andere besluiten omheen? Ik ben er persoonlijk niet heel vrij in, maar wij als collectief zijn natuurlijk wel daarin bepalend. Dat bedoel ik dus ook. Dus we zijn met z'n tienen op zoek gegaan naar verschillende aannemers. Daar hebben we een selectie van gemaakt. Ja. En daar zijn er nu drie uitgekomen. En die aannemers hebben wij gevraagd om een prijsopgave te maken. Ja. En binnenkort in maart 2013 hopen we daar meer inzicht in te krijgen. En dan gaan we daarin een keuze maken. Ja. En zijn dat lokale aannemers of is dat voor jullie niet van belang? Onderdeel van het project is ook dat het duurzaam gerealiseerd wordt. Dus er is ook een lokale aannemer die... die meedoet bij die drie. Het woord duurzaam hoor ik links en rechts. Het komt altijd weer terug. Wat is nu weer duurzaam aan de aannemer? Als het lokale aannemer is, dan hoeft hij natuurlijk ook minder te reizen en te doen. Dus in die zin is dat dan ook een onderdeel van het duurzaam CO2, zijn. Dat soort zaken. Maar daarnaast zijn er ook aannemers van misschien niet verder weg geselecteerd die... kennis hebben rondom duurzaam bouwen. Dus dat heeft te maken met wat voor waarde er straks aan de woning komt te hangen. Ja. En dat soort zaken. Het lijkt me wel een heel leuk project. Wat doe jij in het dagelijks leven? Ik sta voor de klas. Dit is een heel andere dimensie. Een hele andere, ja. Klopt. Ja. Wel hartstikke leuk zo in je gezicht te zien. Ja. 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 Nee, zeker leuk. Nou, we gaan het volgen. Misschien zijn we wel bij de eerste paal als dat een feestje wordt. Ja, nou zeker. Hartelijk welkom. We horen het wel. Lijkt me leuk. Ja. We zijn erdoor. Dank je wel. Ja. U bedankt voor het kijken. En wij zijn volgende week terug met een nieuwe aflevering van Tussen Rijn en Wiericke. Dank u wel. Wie zijn er de volgende keer te gast in Tussen Rijn en Wiericke?
Neemt u de uitnodiging aan en zit u binnenkort bij ons aan tafel? U ziet het allemaal in een volgende aflevering van Tussen Rijn en Wierke bij TV Bodegraven.